U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 12 vanmiddag zien we dat met name in de zuidelijke provincies de zon flink schijnt. In de noordelijke provincies trekken wat meer wolken over. En daar komen ook nog een paar buitjes voor. Dat kunnen we ook zien op de radarbeelden. Ze trekken van west naar oost over het land. In het zuiden is de buigheid inmiddels al afgenomen en dat zal de komende uren ook in het noorden gebeuren. Het wordt dus droog op de meeste plaatsen en de zon schijnt nog geregeld. Ook vanavond een afwisseling van wolken en flinke opklaringen. Halverwege de avond is het een graad of 15. De wind gaat met name aan de kust wel wat toenemen en die wordt daar vrij krachtig, windkracht 5. Komende nacht dan neemt het tijdelijk de bewolking verder toe. En met name in de noordelijke helft van het land zou lokaal wat lichte regen kunnen vallen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Het minimum komt uit tussen de 14 graden aan de kust en lokaal 10 graden in het oosten van het land. Morgenochtend, in eerste instantie ook nog vrij veel bewolking. Maar vanuit het westen gaat de zon steeds meer doorbreken. In de middag is er geregeld zon. En in, terwijl in de ochtend misschien nog een enkel buitje valt, blijft het in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 tot 22 graden en er waait een overwegend matige westelijke wind. Dan de dagen daarna. Om de woensdag begint de dag nog met een klein beetje zon in het oosten en zuidoosten van het land. Daar kan de temperatuur dan nog even oplopen naar zo'n 19 tot 21 graden. Maar vanuit het westen neemt al heel snel de bewolking toe. En in de loop van de ochtend en in de middag gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen geruime tijd regenen. Het kan echt flink doorregenen. En in die regen ligt de temperatuur zo rond de 17 of 18 graden. Bovendien gaat de wind ook nog eens behoorlijk aantrekken. Die draait geleidelijk aan naar het zuidwesten tot westen en later op de dag verder naar het noordwesten en die is matig boven land, windkracht 4, en naar de kust windkracht 5. Op de donderdag waait er een frisse noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En daarbij wordt koele lucht aangevoerd. Een middagtemperatuur van slechts 16 of 17 graden, terwijl een graad of 20 normaal is voor deze tijd van het jaar. Het trekken verspreid ook een aantal buien over het land, maar tussendoor is het gewoon droog met behoorlijk wat zonneschijn en er waait een matige wind uit dus het noordwesten. Op vrijdag is de wind weer gedraaid naar het westen tot zuidwesten. Aan de kust een vrij krachtige wind. Opnieuw nog lage temperaturen voor de tijd van het jaar 16 tot 18 graden met verspreid een aantal buien. En die buien kunnen lokaal ook behoorlijk wat regen opleveren. Kijken we tot slot nog even naar de 15-daagse verwachting. Dan zien we dat de middagtemperatuur ook op de langere termijn. zo rond de 20 graden blijft schommelen. In eerste instantie dus wat onder. Maar later krabbelt die weer iets op. Een echte nazomerperiode. die zit er voorlopig niet in. Maar het is ook even bijkomen van de warme zomer die we gehad hebben. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.